Christoffel was in Den Haag, 19e eeuw Nederland, een soort van reizende ster. Hij had zijn schilderij, een portret van zijn moeder, tentoongesteld. En daar kreeg hij heel veel positieve recensies over. En hij had hinderlopen ontdekt. En ieder jaar werd dan een tentoonstelling van levende meesters georganiseerd. In 1862 liet Christoffel daar een schilderij zien dat heette Een teleurstelling. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. En er waren onder andere twee jonge vrouwen uit Engeland te vinden. Kate en haar zus Georgiana. Beide schilderden al, met name Kate. Zij had daar het schilderij van Christoffel gezien. En ze zou hebben gezegd van deze kunstenaar wil ik les krijgen. Ze hadden les van hun moeder gekregen. En ze stuurden ook jaarlijks hun schilderijen in naar de tentoonstellingen die werden georganiseerd door de Society of Female Artists. Dat was een speciale tentoonstelling voor vrouwen. En ze wilde het vak verder leren en daarom besloot ze om naar het vasteland te gaan. En het doel in Den Haag was om in het Mauritshuis kopieën te gaan maken van oud-Hollandse meesters. Dat werd echt gezien als een heel gebruikelijke manier om je schilderstalent verder te ontwikkelen. Georgiana en Kate die zaten op een dag te schilderen op zaal met hun schildersezel. En toen zouden er drie mannen de zaal binnen zijn gelopen. En Kate zou haar zus hebben aangepocht en hebben gezegd dat moeten vast schilders zijn. Na een tijdje kwamen ze erachter dat die drie kunstenaars, Laurens Alma Tadema, Christoffel Bisschop en Pieter Stortebeker, de beste vriend van Christoffel, die zaal binnenliepen. En na een aantal dagen kon er dan eindelijk officieel kennis gemaakt worden. En toen zou Kate hebben gevraagd aan Christoffel, zou je mij les willen geven? Zo kwam het dus dat Kate haar eigen tijdelijke atelier in Den Haag had en dat Christoffel haar schildersadviezen gaf. We zien hier Scheveningen. Scheveningen was toen een klein vissersdorpje. Christoffel nam waarschijnlijk Kate hier mee naartoe. We zien bijvoorbeeld aan de inzendingen die zij voor de Society of Female Artists deed, dat zij heel veel schilderijen inzond waar het Scheveningse vissersleven wordt afgebeeld. Waaronder dus deze huwelijksinzegening in de Oude Kerk in Scheveningen. Op 26 januari 1869 zijn Christoffel en Kate getrouwd in Londen, in de wijk Kensington. Christoffel was toen 40, Kate was 35. Bijna onmiddellijk nadat zij getrouwd zijn, vertrokken ze weer terug naar Den Haag. Het huwelijk heeft zowel Christoffel als Kate veel goeds gedaan. Christoffel die schilderde beroepsmatig, Kate schilderde ook en die wilde zich daar verder in specialiseren. Dus dat was echt een raakvlak wat ze hadden. Christoffel had natuurlijk alle contacten al in Den Haag. Hij was lid van Poelgris Studio, de kunstenaarsvereniging van Den Haag. Als gehuwde vrouw had je makkelijkere ingangen bij mensen dan wanneer je een alleenstaande vrouw was. Een man en een vrouw die ontmoeten elkaar niet zomaar. Het was een hele gescheiden wereld. Dus daar heeft Christoffel haar makkelijk bij kunnen helpen. Christoffel en Kate hebben nooit kinderen gekregen. En waarschijnlijk was dat wel een van de redenen waarom zij op latere leeftijd dachten, we willen onze hele antiek en kunstverzameling bij elkaar houden. Dus we laten het na aan de provincie Friesland. En vandaar dat wij ook deze tentoonstelling hebben kunnen maken.